Ik ben Thibaut Dutoit, ik studeerde pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Gent en mijn thesis ging over het effect van interactief voorlezen op de leesmotivatie van OCAM-leerlingen. OCAM-leerlingen zijn 12 tot 18-jarige anderstalige nieuwkomers in ons onderwijs. Ik heb onderzocht wat er met hen gebeurt als de leerkracht interactief aan hen voorleest. Wat is interactief voorlezen? Dat is voorlezen aan deze leerlingen en met hen in gesprek gaan, op een taalstimulerende manier, waarbij op het einde van de rit de leerkracht nog het minst aan het woord is geweest. Moeten anderstalige nieuwkomers, die onze taal nog maar amper spreken, eigenlijk wel graag lezen? Dat is een goede vraag. Leesmotivatieonderzoek gebeurde bijna nog nooit bij anderstalige nieuwkomers. En onderzoek naar voorlezen gebeurde enkel bij jonge kinderen. Maar wist je dat een hoge leesmotivatie samenhangt met een betere taalvaardigheid? En wist je dat interactief voorlezen aan deze beide bijdraagt? Dat kan een anderstalige nieuwkomer dus zeker gebruiken. Anderstalige tieners die een boek wilden lezen op hun taalniveau, moesten het tot voor kort doen met kinderboeken over draken en prinsessen. Daarom bracht ik in 2021 samen met een geweldig team Overhaald op de markt. Dat is een boek voor anderstalige tieners met kort verhalen geschreven door auteurs zoals Herman Brusselmans en Lize Spit. Tijdens dit onderzoek leerde ik aan meer dan 20 OCAM-leerkrachten hoe ze met die verhalen interactief konden voorlezen. En zij gingen gedurende een maand met meer dan 200 leerlingen aan de slag. Interactief voorlezen werkt. De leerlingen gaven aan dat ze meer zin hadden gekregen in lezen. En uit het onderzoek naar hun leesmotivatie blijkt dat hun gecontroleerde leesmotivatie was gedaald. En dat betekent dat de leerlingen minder het gevoel hadden te lezen omdat het moet. Het is bijzonder belangrijk om te onthouden dat je ook met nieuwkomers aan de slag kan gaan met literatuur. Want we zien nu nog te vaak dat zij terechtkomen in het buitengewoon of het beroepsonderwijs. Daarom moet dat OCAM-jaar hen ook voorbereiden op het ASO. En dat doe je door hen hoge verwachtingen te stellen. Zoals hen in aanraking te laten komen met echte literatuur. Dit opent voor hen een hele nieuwe wereld. En brengt hen in contact met een rijk taalaanbod. Dat lijkt een grote uitdaging voor leerkrachten, maar het kan dus via interactief voorlezen. Want zien lezen doet lezen.